mensen van Games Journal. Totdat jullie kijken naar eindelijk weer een nieuwe video na een maand. We gaan beginnen met Akinator. Het is een tijdje niet geweest, dus we dachten laten we weer een nieuwe Akinator maken. En omdat de tijd geen video's genomen, dus komen er twee video's achter elkaar. Dus staat heel erg snel mijn timer starten. Elke aflevering wordt ongeveer 10 minuten. Dan moet ik mijn dingen weer opnieuw instellen. Wacht even, even snel instellen. Ja. Oké, is bezig. En vandaag gaan we Akinator doen. We zijn even kijken, 100 jaar oud. Weet je, het kan wel. Is normaal als je 100 jaar bent en je zit op de computer van. Oké. Ik heb nog niet over nagedacht wie we gaan worden. Dus, kijk of er nog iemand is. Ja, Darth Vader. Vraag me niet waarom. Nou, eigenlijk wel. Omdat ik voor laatst Battlefront heb gekocht. Dus dacht ik, oké, laat ik dat doen. Ik kan het opnemen met mijn Elgato GameCapture HD60. Maar hij doet het niet goed omdat mijn computer vol zit en dat soort shit. Dus daarom gaan we bezig. Eerst dat computer. En dan zien we voor de rest zien we wel. Kan zijn dat mijn webcam iets te groot staat. En ik moet even kijken of ik nog gaat opnemen. Sorry. Oké. Oh nee, god, wat doe ik nou allemaal? Oké. Ik kan niet verder. Oké, Darth Vader is geen meisje. Hij komt niet uit Nederland. Hij is niet echt trouwens. Natuurlijk heeft hij schoenen. Ja, hij draagt wapens. Hij is beroemd dankzij een film. En hij is slecht. Oké, hij ruimt wel. En hij is een keer in de ruimte geweest. Oké, hij raadt zo. Hij raadt hem al. Oh, bruh. Hij heeft geen snor. Hij heeft een zoon. Hij draagt een zwart pak. Ik weet niet of hij lang haar is. Oh, weet niet? Bruh, hij heeft nu al geraden. Bruh. Wacht even hoor. Zeker heel veel pauze. Dan zijn we weer. Ik geef even een berichtje van iemand. We gaan morgen naar een verjaardag. Dus vandaag ook weer. Maar, voordat we verder gaan, zal ik het even wegklikken, maar nog één ding. Ik weet iets. Nee, ik was iets van plan. En misschien vind je het ook wel leuk, omdat de tijd geen video's opgenomen. Ja, ik weet het op na een maand. Maar ik denk dat er iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een video online komt voor mij. Nou, niet iedere week, om de week denk ik. En dat ik zaterdag, zondag bezig dan ben met het op te nemen. Meestal wordt het Akinator. Het kan misschien ook wel een ander spel worden. Misschien gaan we gewoon random spellen spelen op van die game sites. En oh fucking hell, dat ligt moet even naar beneden hoor. Zo, de jume ogen. Woe! Oké, ik zet de lampje weer uit. Oh, mijn ogen. Ik heb zo'n led lampje. Maar oké, laat ik maar niet doorlullen. Dit gaat voor onze tijd af. We hebben nog maar 6 minuten precies. Nou, er kan wel nog een paar seconden bij, want we hadden pauze gezet, maar dat is zijde. We gaan nu weer beginnen met iemand anders. En dat wordt, kut. Ik denk het niet echt vaak naar. Maar. Ja, mijn broertje. Kom eens weg. Mijn broertje is hier ook. Dus, ik weet heel veel over Star Wars. Ja, Star Wars fan, hè? Ja, jij ook, Sian. Ik weet dat je dit gaat kijken. En, we gaan Luke Skywalker, toch? Wil je ook een stukje meedoen naar? Luke Skywalker. Vecht Luke Skywalker? Ja. Ja? Is hij een superheld? Ja. Waarschijnlijk wel. Hij is niet in een vorm van een dier, toch? Nee, ja. Is hij volwassen? Bruh. Nee. Ja, tuurlijk. Draagt hij een masker? Nee. Is hij beroemd aan zijn film? Ja. Komt de naam van je personage voor in de titel van de film? Nee. Is je personage in de ruimte geweest? Ja. Wat is dat uit? Speelt je personage in Star Wars? Star Wars! Star Wars! Oké. Is je personage relatief klein? Nee. Heeft hij een baard? Nee. Heeft hij een zus? Ja. Ja. Is een soort van verrader? Weet ik nee.
weet ik niet. Heeft hij een broer of een zus? Ja, toch? Een zus. Ja. Wordt je Duk wel eens beschouwd als slecht? Nee. Is je personage gecreëerd door een Walt Disney picture? Nee, volgens mij niet. Nee. Luke Skywalker! Met Yoda. Oh! Maar het is Luke Skywalker, die is ook wel goed. Hij raadt echt alles. Nou, niet alles. We hebben hem al een paar keer verslagen. Ja, twee keer volgens mij hebben we hem verslagen. En, zijn zus. Prinses Leia. Ja. Ja? Oké. Okay. Zij is geen superheld. Ze is wel... is beroemd dankzij een film. Ja, ze is beroemd dankzij een film. Het is een mens. Is personage... Vervolgens een man. Nee, het is een vrouw, dommes. Ja. Dat klopt. Het vrouwelijk geslacht. Komt je uit de Walt Disney? Nee. Bestaat je personage echt? Nee. Heeft hij een broer of een zus? Ja. Speelt hij mee in de Hunger Games? Nee. Ziet er voor je Hunger Games en dan met een laserpistool en lichtzware? Nee. Is hij een prinses? Ja. Is personage in de ruimte geweest? Ja. Ja. Is je personage ooit in de film gestorven? Nee. Ik dacht, we gaan de volgende vraag nog maar. Hij heeft hem al. Proficiat. Ah, nee. Wel die. Ik ga even snel kijken hoeveel tijd we nog over hebben, hoor. Sorry. Even kijken. Oké, nog 2 minuten. Kunnen we nog wel 1 iemand doen? Dan moet ik niet al te veel doorlullen. Oké. Okay. Oh, nog 1 ding. Ik ben eindelijk, of een paar, nou niet eindelijk, dat is ook wel weer stom, maar over een paar weken is het zomervakantie. En na de zomervakantie ben ik van de basisschool af. Dan ga ik naar de middelbare. Ik zat in groep 8 eigenlijk. Hoi, oké, ben ik weer. En nou weet je wat, we hebben 2 personages gedaan. En ik denk dat we misschien naar de tweede, vierde ook drie, nog wel meer doen. Ja, we hebben 3 personages gehad, vind ik al genoeg. Voor dit keer. Even kijken. Nou, we hebben nog 2 minuten nog wat dus over. Dus we maken deze video iets korter. De volgende video zou wel langer duren. Het zou 9 minuten duren ongeveer. Dus volgende deze. Wat is het? Of. Ik had in mijn hoofd dat we toen samen Roblox gaan doen. Ja, dat kan, maar ik kan maar 10 minuten opnemen. Dus. Bruh. Hoezo? Nee, dat stukje had heel. Oké, ik hou dit ding erbij. Ik leg het hier neer. Dus. Oh nee, wacht, waarom doe ik dat? Ik ook gewoon. Oh, we zijn maar 7 minuten bezig. Nou, nu 8. Bruh. Oh ja, vergeet het, mijn timer liep niet echt goed. Boeite, we gaan deze video is 8 minuten. Vond je deze video nou leuk? Vergeet niet te abonneren, te liken en te delen. We hebben 100 abonnees gehad trouwens. Daar wil ik jullie ook van bedanken. Dus daar komt ook nog een keer een special voor. Meer uitleg wat we nu gaan doen. En dat soort poepjes. En ik wil nog 1 ding zeggen. En dat is... bedankt voor het abonnees. Nou, dat heb ik al gezegd. Abonnees. Abonnees. Ja, abonnees. Kijk, een abonnees. Nou goed. Nee, dit was een Star Wars aflevering. Zo te zien. Ik wist het zelf ook niet. Match kwam opeens met die 2. De volgende wordt misschien wel een andere aflevering. Dus, abonneer, like, deel, subscribe. En overigens, subscribe en abonneer is hetzelfde. En doei!